Vanmiddag eindigde mijn vogeltocht in de Zuilenboezem. Het was al laat in de middag en het was al mistig en donker. Dus ik kon geen vlog maken daar in het rietveld. Dus ik doe het maar even thuis. Ik stapte het bruggetje op bij het platform aan de Zuilendijk. En links van me zag ik een schim. En ik dacht aan een blauwe reiger of een kwak. Maar dat bleek heel iets anders. Het bleek een purperreiger te zijn. Een purperreiger in december. Dat vond ik nou wel heel bijzonder. Ik lees in de onvolprezen vogelatlas van Nederland dat er jaarlijks 1 tot 5 purperreigers overwinteren in Nederland. Ja, alle purperreigers vliegen naar Afrika waar ze overwinteren. Maar een paar blijven hangen. Purperreigers die in ons land blijven hangen in de winter zijn vrijwel zonder uitzondering jonge exemplaren. Die herken je aan hun bruine veren, die bruine rug. Volwassen purperreigers hebben een grijze rug. Ik geef eerlijk gezegd niet zo heel veel voor zijn kansen om de winter door te komen. Zeker niet wanneer het kouder wordt. Hij zit er maar ingedoken. En hij vliegt niet op. Dat vind ik heel opvallend. Een purperreiger is normaal gesproken ontzettend schuw. Hij ziet mij even goed als dat ik hem zie. Hij had al lang moeten opvliegen. En ik vind zijn veren er ook maar wat verfomfaaid uitzien. Ondanks dat hij zich staat te poetsen. Dus ik hoop natuurlijk dat hij de winter gaat doorkomen. Maar ik vrees er een beetje voor. Ondertussen een mooie waarneming, een purperreiger in december, dat heb ik nog nooit gezien.